Ik let nu heel erg op jouw houding. Ja. En probeer te voorkomen dat ik die stang in mijn oog krijg. Ik heb al mijn hersens lopen kraken over een leuke intro, maar daar kwam ik niet op. Dus laat ik mijn rug maar kraken, want ik ben vandaag fysiotherapeut. Asun? Hey. Hi. Lonneke. Goedemorgen. Yes. Hallo. Hi, hoe is het? Ja, goed. En jou? Ja, ook goed. Oh, ik zie dat hier al iemand net iets te lang ligt. Ja, klopt. En jij bent fysiotherapeut. We weten natuurlijk allemaal wel een beetje wat fysiotherapie inhoudt. Ja. Denk de meeste mensen wel. Maar wat doe jij nou precies? De fysiotherapie houdt zich bezig voornamelijk bij mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Mensen met klachten aan nek, rug, maar ook status na een operatie. Ja, of als je een ziekte hebt, of knieën. Dat is natuurlijk heel erg breed. Waar ben je in gespecialiseerd? Mijn specialisatie is manuele therapie. En dat betekent dat wij dieper op ingaan hoe gewrichten bewegen. Ik wil het wel laten zien wat dat nou precies is, manuele therapie. Maar ja, dat lukt niet zo met dat jurkje aan. Dus het is handig als je even omkleedt. Oké. Okay. Heb je nou een favoriete bezigheid om te doen? Het allerleukste vind ik toch dat je vanuit de nek of vanuit de rug, om daar, als ik daar dingen vind waardoor het bewegen niet goed gaat, om dat los te maken. Het leuke van manuele therapie is dat je heel vaak heel snel resultaat bemerkt. Dat is het leuke van mijn vak. Geeft heel veel voldoening. Geeft heel veel voldoening, ja. Hé, hey, en wat gaan wij vandaag nog verder doen? Want ik denk dat ik niet alleen hier op de bank hoef te liggen. Nee. Zometeen komt de patiënt. En ik laat je een stukje hier zien van de behandeling voor haar rugklachten. En we laten zien hoe we met haar gaan oefenen. Marianne is hier voor een rugprobleem. En dan ga ik in eerste instantie kijken van hoe beweegt haar rug momenteel. Ja, doe je nou ook ooit mensen echt pijn? Nou, het is niet de bedoeling dat je mensen pijn doet. Maar mensen komen met pijnklachten bij je. Je ontkomt er niet aan dat je wel eens een beweging doet. Dat wel eens een beetje zeer kan doen. Ja. Als ze daarna weer blij van de tafel afgaat, dan hebben ze het er wel voor over. Ja, ja. Nou, Lonneke, we hebben het allemaal bekeken en het ziet er goed uit. Dus we kunnen doorgaan naar de oefenzaal. De oefenzaal. Nu is het onderdeel oefenen. Nou, dat wordt jouw opdracht. Maar in eerste instantie word je nog geholpen door José. Die zal jou verder vertellen hoe je dat precies moet doen. En aan het einde van dit moment moet je zorgen dat je een goede oefening kan laten zien. We gaan een aantal basisvaardigheden oefenen. Mm-hmm. Het eerste is opstappen. Je mag straks opstappen op één ding. Je kijkt mee met het gewichtje omhoog. En de bedoeling is dat je je balans probeert te bewaren. Top, goed gedaan. Dan gaan we door naar de volgende oefening. En dat is bukken. Wat heb je vandaag geleerd? Ik heb leren bukken. Skin naar je borst, werven voor werven afrollen, armen ontspannen, terug omhoog. Dit is de oefening. Ja, de laatste oefening die we nu doen is voor je zitbalans. Wie zit de prinses op de echt? Prinses op de golfbal nu. Als je je balans gevonden hebt, ga je proberen ook weer een klein beetje die onderrug eerst eens wat soepeler te maken door je rug hol en bol te maken. Goed gedaan. Oké. Okay. Nou, succes. Nou, dan sta je nou nog steeds. Ja. Het is tijd voor de volgende oefening. Kom met mij mee. Ik let nu heel erg op jouw houding. Ja. En probeer te voorkomen dat ik die stang in mijn oog krijg. Volgens mij mag je iets meer, iets langzamer afrollen. Zeg ik dat goed? Iets rustiger. Iets rustiger. Hé, je doet het hartstikke goed. Wij gaan naar de laatste oefening. Dat is een zitoefening. Je hebt twee planken en er zit een balletje tussen. Dan mag je daar gaan proberen stabiel op te zitten. Ik ga het gewoon meteen wel lastiger maken. Dat is mijn assistente. En dan mag je die gewichtjes eigenlijk, mag je zo je armen gaan strekken. En dan proberen in balans te blijven. Gaat goed, toch? Zo, dames. Hoe is het gegaan? Ja, super. Ik denk dat we er een nieuwe collega aan hebben. Oh, hartstikke leuk. Complimentje. Ja. Want wat moet je nou allemaal kunnen als fysiotherapeut? Ja. Nou, je hebt sowieso heb je natuurlijk de opleiding fysiotherapie nodig. En daarnaast is het ook handig als je een beetje goed kan communiceren. Ja, en ik denk ook een stukje empathie en mensen durven aanraken. Nou, wij gaan ook eventjes door. Oh, sorry.